verrassing wat je in die enveloppen aantrof. Die honderden brieven die ik van hem heb gekregen. Die soms echt bijna niet te ontcijferen waren. Dat karakteristieke handschrift van hem. Op de wc van mijn huis hangen 19 enveloppen. Ze zijn rijk versierd. Bijna iedereen die een bezoek heeft gebracht aan die wc, die wil weten wie die enveloppen heeft verstuurd. Wie heeft die enveloppen gemaakt? Voorzicht, es komt een Irrer. So war der Beginn der Welt, wo die Leute also keine Fahrstühle hatten. Ja. Wie was hij? Helmut Nentwich, mijn oudste vriend, mijn surrogaatvader, mijn mentor, provocateur, briefschrijver, manisch-depressieve persoonlijkheid, voormalig soldaat van het Derde Rijk. Echtgenoot van een voormalige prima ballerina. Miskend kunstenaar. Gevierd decorontwerper. Waaghals. Warhoofd. Charmeur. Egomaan. Colorist. Ruiter. Dromer. Levenskunstenaar. In vrije geest in een oerconservatief Duits boerendorp. Kijk, hier heeft hij dus gewoon een brief van mij gebruikt als collagemateriaal. Schoft. Bijna een eeuw lang raasde hij door het leven. Maar wat is er nog over van dat luidruchtige bestaan? Dat een zo kleurrijk leven, meedogenloos, kleurloos of zelfs helemaal uitgewist dreigt te worden, dat kan ik niet toestaan.